De eerste gast op deze Valentijnsavond is realityster Fabiola. Ik vind dat Valentijnsdag wel een hele mooie dag is. Omdat je liefde viert. Maar ik vind dat zelf persoonlijk dat je elke dag liefde moet vieren. En liefde moet krijgen. Fabiola zou je kunnen kennen van programma's als Holland's Next Topmodel en Temptation Island. In 2019 probeerde ze ook haar muzikale talenten voor zich in te zetten. Ik heb saaf en een check. Ik heb kleding op mijn rek. Alles die zijn er, alles die zijn er. Op dit moment schittert ze als een van de echte meisjes in de jungle. Ze is vooral populair op OnlyFans en heeft een groot aantal volgers op Instagram. Ja, ik krijg best wel veel aandacht als ik over straat loop of via social media ook. En al die aandacht heeft haar nog steeds geen ware liefde opgeleverd. Daarom zoekt ze vandaag haar heil in het First Dates restaurant. Hallo. Hallo. Hallo, Fabiola. Hi. Oh, wat komt er toch een mooie vrouw binnen. Oh, bedankt. Nou, je ziet er ook supergoed uit. Ja, ja, ja. Ik heb zelf nog nooit Valentijnsdag eigenlijk gevierd. Omdat ik nooit een relatie heb gehad of nooit een vriendje heb gehad in mijn leven. Dus ja. Vind je het spannend? Nou, niet echt. Maar ik ben gewoon benieuwd gewoon hoe diegene is. Ja, ja, ja. Nou. Of ik een hele fles Chardonnay nodig heb of zo. ik heb de koelkast vol liggen. Dus okay, ik kan super. Altijd bij me aankloppen voor een eerste Chardonnay. Veel plezier. Bedankt. Maak een mooie date van. Ja. Klaar om het hart van Fabiola te veroveren, is hier Joachim. Ik ben een jongen die best wel aanwezig is. Die best wel ook een beetje luidruchtig kan wezen en echt wel laat zien dat hij er is. En ook dat hij zijn mannetje staat. Ik heb ook een hele andere kant dat ik ook heel lief kan wezen en heel zacht. Dus dat een beetje. Een beetje tussenin als het ware. Ik en voetbal, ja. Het is gewoon echt niet mijn leven, maar ik vind het gewoon zo leuk met die jongens gewoon samen zijn. Een beetje ouwehoeren en dan ook nog een biertje ernaast. Ja, het is gewoon alleen maar gezelligheid en dat is echt wat ik gewoon wil. Hallo. Goedenavond. Hallo Joachim. Wat fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Ja, het First Dates restaurant. Ja, ik kwam binnen en toen dacht ik echt kut. Van waar ben ik aan begonnen en waarom zij? Voel je de liefde? Een beetje wel. Een beetje wel? Ja. Klein beetje? Nou, straks misschien nog wel meer. Ja, ik hoop het. Je weet het niet, hè? Laten we het hopen. Want je kende haar, maar hoe kende je haar dan? En via tv-programma's en dat soort dingen. Ga lekker zitten. Hi, Fabiola. Hoi, Joachim. Aangenaam. En hoe is je verrijden? Barneveld. Waar ligt dat? Dicht bij Amersfoort. Oké, dus viel mee. 50 minuten. Oh, dat valt mee. Ik kom uit Groningen. Dat is aan eind rijden. Ja, hoe lang moet je? 2,5 uur van Amsterdam. Ben je met de trein of echt met de auto? Met de auto. Jeetje, meneetje. Slaap je hier wel vannacht dan? Ja, ja, ik slaap in Amsterdam. Okay. Dus zo. Dat is beter. Ja, dat is relaxed. En wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben content creator. Ken je hem al, of niet? Ja, ik ken je wel, ja. Oh. Maar dat zul je wel vaker horen. Dus dacht je, oh shit, of vind je het wel leuk? Nee, niet per se. Je moet het nog zien. Niet per se, oh shit, maar ja, je hoort wel dingen van jou, weet je wel. Niet meteen dat ik een vooroordeel heb, maar je hoort wel dingen. Maar ik wil niet met een vooroordeel op je afgaan, als het ware. Dus ik ben wel een heel open persoon. Oh, dat is supergoed. Ja. Dat is goed om te horen. Want jij zit op OnlyFans en zo, toch? Onder andere. Oké. Okay. Ja, toen hij gelijk zei, ja, ik ken je ook en je hebt OnlyFans, dan dacht ik, oh shit. Toen dacht ik, oh no. Ik ben toch niet met een fan op een date, dacht ik? Pornstar Martini. Dat is goed, ga ik maken. Top, dankjewel. Wie heb je daar staan? Wie is mijn vader. Is heel mooi gezet. Dankjewel. Ja, gaaf. Oh mooi, dus je bent een familiemens. Ja. Ja, mijn vader is helaas vorig jaar overleden. Oh, wat erg. Dus op 51-jarige leeftijd. Zo, ook nog jong. Ja. Gecondoleerd. Dankjewel. Maar ja, dat is niet anders. Je moet ermee doorgaan. Mijn is ook. Ja, dat is ook vervelend. 7 jaar geleden, ja. Ik merkte wel dat hij het niet zo heel leuk vond om erover te praten. Dat merkte ik wel, dus ik ging er ook niet dieper op in of zo. Ja. Proost. Ja, proost. En jij, een grote familie? Ja, ik heb 4 zussen, een broer en een broertje. Voor, hoofd en nagerecht. En daar maak ik iets moois van. Dat is alleen maar leuk, toch? Grote familie, van het gezin. Ik vind het heel erg leuk. Ben je echt een familiemens? Ja, echt een familiemens. Okay. Familie staat altijd nummer 1 bij mij. Okay. Ik vind, ja, familie is ook wel belangrijk, maar ik ga niet echt op zondag even naar opa en oma toe of zo. Nee, op zondag lig ik gewoon op bed, want dan ben ik echt brak of zo. Je gaat veel uit. Ja, ik ga wel best wel veel uit, ja. Ik ben wel eigenlijk gewoon vrijdag en zaterdag wel altijd... Elke week? Ja, maar bij ons is het gewoon een dorp, hè. Bij ons ga je gewoon naar de kroeg. Ja, dus je staat met 100 man in de kroeg en that's it. Lam zuipen. Ja, gewoon even een beetje zuipen, hè, en dan ga je naar huis. Of je gaat nog even ergens afteren. Mm. Ja, hij is zeker een feestbeest. Daar was ik wel een beetje van over gechoqueerd. Hoe vaak die in de kroeg staat per week.
Dus we gaan een keer uit in de kroeg. Ik kom ook een keer in de kroeg naar je toe. Dat is goed, gezellig. Ja? Oké, leuk. Prima. Dan ben ik niet de Bob, hè? Dan ga ik wel meedrinken. Oh, je mag bij mij slapen, hoor. Ah, dus... Geen probleem. Op de bank. Ik heb een groot bed. Nee. Mag jij in bed slapen? Ik wil op het bankje. Oh, dat is netjes van jou. Ik ben best wel netjes, hoor. Goed zo. Zo hoort het ook. Daar heb je je moeder je goed op. Ja. Ja. Leuk. En wat vind je ervan dat ik OnlyFans doe? Ja, dat maakt mij niet uit. Oh. Je verdient je geld ermee. Ja, het is werk. Dus ja, werk is werk. Ja, zo denk ik ook. Heb je veel aan je eigen laten doen? Ja, op je borsten na? Ik heb mijn borsten niet laten doen, hoor. Echt niet? Nee, zeker niet. Ja. Nee. Ja, die borsten zijn groot. Die zijn wel aanwezig, ja. Ik heb vroeger ook nog aan of ze nep waren, maar ze waren wel echt. Dat had ik niet verwacht. Ik heb wel eens gekeken. Ik heb beter maar eerlijk geweest, toch? Ja, open boek. Ja, goed zo. Nee, ik heb mijn tanden laten doen. Ja. En mijn lippen een klein beetje. Er is niks. Voor de rest niks, oké. Nee. Natte jongen, stoute jongen die daarnaar kijkt. Maar ja, dat zijn mannen, hè? Ja, maar hoe ziet zo'n dag eruit dan? 'S Ochtends, je staat op en dan... Ja, meestal maak ik wel foto's in een... Ja, niet bij mij thuis. Want mijn thuis is gewoon mijn privé. Mm-hmm. En dat hoeft niemand te zien, dus dan... Huur ik een mooie locatie af en dan ga ik daar mooie foto's maken in lingerie of whatever, badjas, maakt niet uit. Ja, dan de hele dag door gewoon foto's maken. Ja, oké. Okay. Echt, ja. Oké, okay. Hard werken. Ja. Ik denk wel dat hij sowieso wel een beeld over me had en dat, nou ja, hij probeerde me wel beter te leren kennen hoe ik gewoon ben als in mijn dagelijks leven. En ik merkte wel dat hij daar wel, ja, vragen aan stelde en zo en overstelde. Dat is wel fijn. Eet je groentesop, hè? Nee. En trouwen of zo? Zou je dat ook nooit willen? Ja, ik hou van feestjes. En trouwens, dan kan je een groot feest geven, natuurlijk. Moet ik zelf betalen, hè, liefschat? Ja, dat kan ook. Dus trouwen zeker wel. Vind ik ook mooi in een mooie kerk. Het heeft wel wat, vind ik. Ik vind dat iets heel moois hebben. Ja, oké. Okay. Ik elkaar een jaar wordt gegeven in de kerk. En daarna nog ergens, weet ik veel, misschien een buitenland groot feest geeft. Buitenland? Ja. Jeetje. Of waar dan ook. Maakt niet uit. Als het maar een groot feest is. Ja, oké. Okay. Veel champagne. Ja, dat is wel lekker. Hallo. Hey. Dankjewel. Nou. Ik zal wel betalen, hè? Ja? Weet je zeker? Ik wil ook... Pak maar een hartje. Een hartje? Voor mij. Het moment van de waarheid. Jullie elkaar nog een keertje zien. En wat gaan we doen? Ik wil wel betalen. En ja? Nou, allereerst vind ik jou sowieso een knappe verschijning. Oh, dankjewel. En ja, ik vond het hartstikke gezellig. Cool. Ik had, ik zei dat ik met een open minded erin ging, als het ware. Toch had ik wel eerst een soort van vooroordeel over je. Mm-hmm. Maar nu ik je zo gesproken heb, heb ik dat helemaal niet meer. En denk ik gewoon van, goh, wat is het eigenlijk een lieve, leuke meid? En wat is ook gewoon sociaal? Oh, super lief. Alsjeblieft. Ik ben blij dat we dat voor jullie mogen doen. Ja, dankjewel. Ja. Met een mooie glimlach. En het restaurant van de liefde verlaten. Volgens mij was het wel duidelijk dat ik een drankje kon doen in zijn kroeg. Gezellig. Nou, gezellig. Ja, toch? Ja, best. Ja, leuk. Prima, gaan we dat doen. Ja.